Ja, een bevriende huisarts van mij, die zei een keer tegen me: Harry, mensen zijn gewoon beesten. Dat zijn ze. Het is dat we ze sociale dingen bijbrengen om een beetje zich fatsoenlijk te gedragen. En zeg maar, in principe, van huis uit zijn wij beesten. En we hebben weer een voorbeeldje gezien nu, vrienden. Heb je het gezien? Heb je het gezien? Hier, kijk even naar dit krantenbericht. Zie je het staan allemaal? Ja, de Plus. De Plus, de supermarkt. Die hadden bedacht, een leuke actie. Weet je, we geven toiletpapier. Je kan 6 rollen kun je krijgen, toiletpapier, voor €1. Nou, geweldige aanbieding. Toppie in orde, leuk. Nou, en op zondagochtend in Utrecht ging de Plus open met die aanbieding van, nou, 6 rollen toiletpapier en je mag er 5 van die dingen. Dus je mag 30 rollen mag je meenemen. Hè? Nou, goed. En wat gebeurt er, vrienden? Een enorme klerenzooi breekt daaruit in die winkel. Een chaos. Mensen die elkaar die dingen uit de handen rukken en trekken. En iedereen valt over elkaar heen. Want we moeten toiletrollen hebben. En het personeel werd uitgescholden. Die moesten aan de kant en iedereen moest weg. En ga zo maar door. Het werd daar een puinhoop van je welste. Vrienden, ja, gewoon. En het was niet zo dat er gezegd werd: er wordt nooit meer toiletpapier gemaakt in de wereld. Dit zijn de allerlaatste velletjes. Nee, het was gewoon 6 rollen voor €1. Dat was alles. En dan krijg je zo'n pandemonium en dat mensen zich enorm, maar dan ook enorm misdragen. En daarom, vrienden, is het dat ik totaal niet geloof in het verhaal van links, waarin ze altijd maar weer hameren op: ja, nee, we moeten eerlijk delen. Eerlijk delen? Zie je dat daar? Mensen slaan elkaar de hersens in gewoon voor een paar toiletrollen, voor €1. Niet te geloven. En solidair zijn met elkaar. Dat is dan ook dat mooie linkse verhaal. Ach, vergeet het. Hey, zit er een streep door. Het blijft altijd hetzelfde liedje. De mensheid is ikke, ikke, ikke en ikke.